zag ik meteen al. Jij die Clefairy, daarna zag je meteen dat het zwart was aan de onderkant. Hey guys, mijn Sims! Leuk dat jullie kijken dus naar de extra video van vandaag. En dat is dus, of althans extra video, een kerstvakantievideo. Laat ik het zo december. Noemen. December! Sorry, moest ik even maken. Ja, dat kan. Dat kan. En gisteren hebben we een bordspelletje gedaan. Vandaag is het dus tijd voor een Pokémon kaarten video. We hebben allebei een hele mooie Team Skull doos. En de winnaar mag deze Seal Valley openen. Woehoe! Ja? Die is niet van Team Skull, maar... Ja, mag je hem openen, want dit is echt wel een grote doos. En openen. En van de slechttrekker trouwens. Ja, ze dus moeten daar hip hoppen. Ja, helemaal lekker. En een pin! Wow, die binnenkant is cool. Of met... Nee, de doos. Ik moet meekijken, maar ja, dan zie ik natuurlijk niks. Ik zie nu achter me. Lekker, handig. Dat is wel echt een goede art erin, hè? Jazeker. Ik vind die art echt super dood. Ja, maar wacht. Zo, weg jij, stukker. Kom. Deze ook. Zo. Bam! Moet je kijken. Zo kan je het veel beter zien. Oh, dit is echt wel vet. Genoeg gezien. Nou, let's go voor de pack opening. Zijn dit promokaarten? Ja. Ja, jammer. Huh? Nee. Ja, die niet. Maar deze wel. De andere, tuurlijk. Salazar en de Salandit. Oh, dit is een mooie pin. Ja, die is cool, hè? Ja. Team Skull. Grunt. Oké, ik heb... dat vind ik nou weer jammer, hè? Dit vind ik nou zo jammer. Heb jij dat ook? Drie van de oude serie? Ik heb ook Breakpoint. Yeah, yeah. Maar dan hebben ze maar twee van Sun and Moon. Terwijl Team Skull is Sun and Moon. Maar ik snap op zich ook wel deze keuze. Want hier zit natuurlijk Mewtwo, Gyarados en al die Mewtwo's en zo. Oké. Okay. Ik begin met Breakthrough. Dan ga ik daar ook beginnen met Breakthrough. Oké, dat zijn er drie, hè? Dus niet meer. Drie maar. Ja. Oké, gaan we. Een Pillow Swine. Een Floette, een Special Energy, een Magnemite, een Ralts, een Chesspin, een Noibat, een Piplup, een Beave en een Gallade Hololair. Nice. Oké, een Haunter, een Cramboel, een Parallel City, een Gastly, een Elgium, sorry, een Exu, een Frogia, een Mistweavers. Een Pensage. Octillery, and that's it. Holorare, hè? Ja, Holorare, sorry. Ik zou even laten zien. Waar zou. Kijk, voor mij mogen in die oude pakjes echt de meest slechtste kaarten in zitten die er zijn. Ja, als ze maar in Sun and Moon groeien zitten. Ja, want volgens mij hebben we van deze al best wel veel. Ja, volgens mij hebben we de series al compleet. Ik heb al deze drie de series compleet. Een grote bal. Een Heatmore. Een Pokémon Catcher. Een Pancham. Een Skorupi. Een Rattata, een Slowpoke, een Verfroe, een Luxray en een Lilligant. Helemaal niks. Welke serie had je nou gedaan? Breakthrough. Breakpoint, sorry. Ik heb al zeggen. Nee, je hebt gelijk. Breakpoint. Oké, een Durant, een Electivire, een Max Potion, een Seedot, een Psyduck, een Esper, Growlithe, Shellder. Een Clefairy. Een Darkrai EX. Ik zag het meteen al. Jij die Clefairy, daarna zag je meteen dat het zwart was aan de onderkant. Ik was net kijken. 1-0 voor jou, goed gedaan. 1-0? Oh, is het een wedstrijd? En jij mag anders tot nu toe. Mag Ja. Oké. Oké, ik heb nu Evolutions. Een Double Colors Energy. Een Devolution Spray. Een Metapod. Een Pikachu. Een Growlithe. Een Machop. Een Nidoran. Een Ponyta. Een nice. King break card. Ha. En een Farfetch'd. Oh my god. Maar telt een break card dan ook? Tuurlijk. Dat is ook gewoon een goede kaart. Ja, oké. Dus 1-1. Ja, 1-1. Oké, een Professor Oak Hint. Oeh. Oh, die is in één keer moeilijker. Een Koffing. Een Maintenance. Een Drowsy. Een Electabuzz. Een Vulpix, wat deed jij? Ja, ik zag gewoon meteen dat er iets onder zit. Niet. Deze kaart krijg je in één keer niet. Okay. Een Sandshrew, een Onyx, een Charizard Spirit Link, een Mega Blastoise EX en Ted Sit. Dus even 2 points. Kijk, een hele mooie.
Ik kon er meteen zien dat het er een was. Ja, ik ook. Is het nou 4? Nu weer 4. Sun and Moon. Ja. Ja, tuurlijk, 4 hè. Daar gaan we. Fairy Energy Card, een Seedra, een Rotom Dex, een Super Scoop Up, een Vulpix, een Wimpod, een Togedemaru, een Krogunk, een Pinsir, een Chinotic en een Passimian. Komt-ie. Een Fairy Energy, een Porygon 2, een Weakness Policy, een Simsich, Tangela, Dewpider, Inkay, Ralts, Cabrawler, Toxicroak en een Bruxish. Nou, ook niks goeds. Niks goeds. Oké, dan ga ik, ja? Ja. Een Vuur Energy, een Gloom, een Seedra. Oh, sorry. Nou. Een Bodybuilding Dumples, een Sock, een Oddish, een Charmander, een Meryl, een Pensage, een Krogunk en een Slowking. Ja. Het staan nog 2-1, hè? Ja, je hebt gewonnen. Oh ja, ik heb het al gewonnen. Je hebt al gewonnen. Maar het is voor mij zo onhandig openen. En anders dan hou ik hem vast, dan mag jij hem van mij eraf halen, ja? Oké. Fighting, NG. Mount Lanakila. Een Noctowl. Een Rhydon. Een Oddish. Een Duskull. Een Morlul. Een Caterpie. Een Meryl. Een Wimpod. En een... Oh, wat had het dan? Nee, fout. Jij moet ook gewoon lezen wat er staat, anders weet je het gewoon niet. Dat zie je toch aan die dikke wangen van dat beest. Ja, dat bedoelde ik, maar ik... In mijn hoofd... Ik weet dat dat wat er altijd aan met de keten en al die andere shit, ja. Nee, mag je maar ik was gewoon even in de war. Even gewoon... Ik ga hem voor je openmaken. Ratata. Zie je het verschil wel? Ja. Een energy... Volgens mij heb je hem helemaal energy. Niet goed gedaan. Niet? Nee, maar volgens mij komt nu de legendaire. Kijk, alsjeblieft, Starmie! Wat heb je gedaan? Ik dacht dat ik nog geen 3 van 8 gedaan heb. Wil je niet zo allemaal laten zien? Nee, je hebt 3 van 8. Ja, wat zit erin? Een Energy Retrieval, Blastoise, Growlithe, Gastly, Charmander. Oké. Okay. Je hebt gewoon hem helemaal verpest. Ik raak je de war. Oké, nou gaan we het goed doen. Fairy Energy, een Big Malasada. Dat ziet er wel lekker uit. Yeah. Een Hypno, een Pokeball, een Mariani. Goed zo. Sorry. Stuffle! Een Togedemaru, een Alolan Grimer, een Fomantis, en een Growlithe en een Incineroar! Ah, dit is ook weer drie keer niks. Kom op, wat hoop jij? Weet ik veel, iets goeds. Een Watertype. Deze is cool. Peking Red Cards, een Kestrodon. Een Zweedus, een Swablu. Die is cool. Een Swine. Ook heel cool. Een Nummel. Minder cool. Een Minchino. Nee, is voor vrouwen. Ja, die is zo cool. Die is wel cool. Een Geodude Alolan natuurlijk. En een... Nou, wie is dit? Ja, dat weet ik niet. Cacturn. Oh, Cacturn, ja. Als ik de naam hoor, dan denk ik van, oh ja, dat ken ik wel. We hebben in de eerste box, of wat is jouw box, de beste kaart gekregen. Hopelijk vond je dit leuk. Hey, druk wel even op het duimpje omhoog. Want om de dag gaan we gewoon een Pokémon of een bordspelvideo. Dus check het uit. Abonneer hierboven, check de vorige video en de random video hier. Zeg ik tegen mensen, tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!